Ja, we lopen altijd in de stad. Ik bedoel, we lopen altijd in het bos. Nu lopen we in de stad. En het dier heeft voor de eerste keer in haar leven een scooter ontdekt. Goed opletten wat er gaat gebeuren. Kijk naar het beest. Hij durft niet. Ze durft niet. Goed opletten. De scooter staat aan de linkerkant. Daar is die. En kijk eens naar het gedrag van het dier. Extreem bang voor een soort voertuig. Dit is grappig. Kijk dan met een hele grote boog eromheen. Kijk, daar staat hij. En dan heel langzaam gaat ze proberen om naar het scootertje te komen. Oh jee, we moeten echt meer door het bos gaan lopen met die dier, dat merken we wel. We wouden eventjes bij de chillplek gaan kijken, daar, en bij de vispassage. Maar kijk eens hoe ze zich gedragen. Ik weet ook niet wat ze sinds vandaag heeft. Ik was de sleutels vergeten. Dan hoop ik dat ze rustig blijft. Ja. En toen moest ik weer naar boven. En het moment dat ik de keet verliet en met de trap wilde gaan lopen, deed ze ook heel panisch. Dus ik weet niet wat er opeens aan de hand is. Kijk naar zijn feest. Zo gedraagt ze zich nooit. Nooit. Nu wel. Omdat daar een scooter staat. Oké, het is een onnatuurlijk object wat een beetje schuin staat, maar dit gedrag. Nou, oké, dan gaan we maar naar beneden. Oh ja, dat zal ook een probleem worden. Want die durft natuurlijk niet de trappen af. Kijk naar dat gedrag. Oh jee, we moeten haar de trappen afdragen. Jezus, waar komt deze angst opeens vandaan? Ah, wacht. Ik denk dat ze het toch gaat proberen. Ja. Oh, met de achterpoten. Ah. En nu is ze dus een probleem dat ze hier vast zit. Dat maakt niet uit, want ze heeft het gered. Nou, dat is de eerste keer dat ik haar bang zie. Zo. Ja, dat zal het volgende probleem wel worden. Over dat gaas heen lopen, want daar stroomt water onder. Dat doet ze dus wel. Ja, nu zit ze letterlijk tussen twee waters in, nu, op dit moment. Want daar heb je water en hier heb je water. Ik kan het jullie laten zien dat hier water stroomt. Het is alleen een stuk lager. Kijk, daar beneden... Wow, het is bijna helemaal opgedroogd. Wat is dit? Laatst stond het hier tot over de kade, tot over... Waar ik nou op inzoomde, dat was allemaal water. En het is nou... Wow, het is echt droog. Kijk eens hoe dat afgezakt is. Normaal kun je daar naar beneden bij de vispassage kijken, daar dus. En dit soort vis, dat zwemt hier allemaal. En dat kun je zien hier beneden, bij het schot, bij het raam beneden. Daar heb je een viskijkscherm, zeg maar. Kijk hoe ze dit gemaakt hebben. Normaal stroomt hier altijd keihard water vanaf en er gebeurt nou eigenlijk helemaal niks. Misschien dat je vis kan zien. Wow, het staat zo goed als droog eigenlijk. En als je heel goed kijkt erachter, dan staat het water heel hoog, daar. Ja, maar dan kan ik wel rectificeren. En hier gaat het eigenlijk letterlijk helemaal naar beneden toe. Wow. Het is allemaal ingelegd met van die hele kleine steentjes, zie je dat? En dat is trouwens hier binnen, achter ook, onder de grond. Underground, jawel.
Eventjes, de trap gaat ze wel oplopen. Ja, dat doet ze dus wel. Ah, de trap oplopen doet ze dus wel. Alleen de trap afgaan is een gigantisch probleem. Kijk, hier heb je dus de ingang van de vispassage. Daar kun je dus, als het open is en hij de sleutel krijgt, kun je daar naar beneden. Nou, die stenen die zijn al aardig glad gelopen. Kijk, en hier sta je dus aan de bovenkant. En daar heb je dus letterlijk dat kijkscherm onder. Waar je dus de vissen hier kan zien, onder water. Daar kunnen ze een lamp aan doen. Dat is ook wel mooi. Maar we gaan even een stukje lopen. Corona houdt 1,5 meter afstand. Heet hele grote letters. Wacht, we gaan even kijken bij de boten. Verder de weg over. Kijk, hier moet ergens een mega grote turbine zijn om de stad van stroom te verwekken. Die moet hier ergens zijn, ergens in dat stuk ergens. Hier staat het water wel opeens een heel stuk hoger, zie je dat? Kijk dan, al die boten die daar liggen. Hier hoor ik ook waterstromen. Oh, kijk dat dan. Oké, ze is er overheen. Los. Nee, niks te eten. Kom op. Even kijken of het open is. Geen idee. Ja, het hek is los. Dus we kunnen gewoon naar binnen. Gaan we eventjes kijken bij de boten. Oké, dan gaat ze ook moeilijk doen voor over een hek. Nou, ik weet niet waar ze vandaag last van heeft. Oh, er stond op hek sluiten. Hek altijd sluiten. Wow, man. Kijk, nu staat ze weer daar, dat ze het niet durft. Ik weet niet wat er aan de hand is vandaag. Zo. Ah, kijk. Dikke vette accu op de fiets. Dat is ook wel lachen. Nou, hier heb je zo'n chillplekje, zeg maar. Dan kun je zitten. Ah, ik heb een radlerbier bij me. We zouden een radler kunnen drinken. Alleen die is warm, dus ik zuip geen warm bier. Wat is dat dan? Ah, dat is een sensor voor het licht natuurlijk. Hier hoor ik ook allemaal waterstromen. Weet ik niet waar je hierheen kan. Hier staat een hele grote jacht of zoiets dergelijks. Hier kun je oplopen, zeg maar. Ah, hier is dus water. Nee, ik weet niet of we hier op mogen. Er staat in ieder geval geen bordje, dus dan gaan we maar eventjes deze kant heen. Dan gaan we hier maar eens even kijken wat hier te filmen valt. Ja, die ruikt water. Kijk eens aan dat ding, jongens. Wow. Ah, hier ligt er ook nog een hele mooie. Gaaf. Ankertje. Ah, er staat ook wat op. Ah, ze hebben zelfs een waterkraan. Drinkwatertappunt. Net zoiets als in het bos. Nee, daar mag je niet zomaar in. Zij is van 1988, staat daar. Oké, als er iemand binnen was geweest, dan had hij nou wel geblast, zeg maar. Oké, we hebben het eigenlijk wel gezien. Nou, wacht, we kunnen hier nog even kijken. Dat dingetje van hout gemaakt, zeg maar, volgens mij. Ah, dat zijn wel mooie bootjes hier. Dat is wel echt wel gaaf. Ah, hier liggen er normaal ook een heleboel, zeg maar. Maar die zullen nou wel uitgevaren zijn. Ah, daar ligt een heel kleintje. Nou, en ook bij het water gaat het redelijk goed met de hond.
Mooi, jongen. Zo eentje die hier ligt en dan, ik denk, 2,5 keer kleiner. Dat zou echt mooi zijn voor mij. Nee, kom maar, daar mag je niet zomaar in. Oh, wacht, dat zijn gewoon boten. Ik dacht dat het een van de dingen was van opzichter of zoiets dergelijks. Zou ik wel officier zeggen. Wow.